But poverty is no accident. They mashing up the world with them roads and cement. We no want no capitalists. I assess them out with I'm and challenge. When they on ya, and we no want no big business plan. Veel mensen zijn boos. Hartstikke boos. En terecht. Mensen zijn boos op de banken. Ze hebben het gevoel dat de banken hun flink belazerd hebben. Banken lenen hun zogenaamd geld. Maar uiteindelijk blijkt dat banken hun geen geld hebben geleend. Maar dat mensen met het aangaan van een lening geld inbrengen wat die bank nog niet had. Banken hebben een crisis. Want banken hebben eigenlijk geen buffer. Dus ze lenen wel geld uit, maar geen geld wat ze hebben. En mensen kunnen daarvoor opdraaien. Er ontstaat een crisis en vervolgens mogen de regeringen van verschillende landen mogen zeggen tegen de burgers: hé, de banken hebben een probleem. Jullie, arme mensen, die mogen betalen. En zo is het eigenlijk altijd gegaan. En als je nou in de geschiedenis kijkt, zie je dat het niet nieuw is wat de banken aan het doen zijn. Als je teruggaat naar de Gouden Eeuw, dat is de zogenaamde rijke periode van Nederland, zag je dat er inderdaad organisaties waren, en vooral de Nederlandse staat, in samenspraak met de Nederlandse Handelsmaatschappij, wat later de ABN AMRO Bank is geworden. Dat die zich enorm hebben verrijkt aan de slavenhandel. Het is zelfs zo dat Nederland, dus in de vorm van banken, maar ook de Nederlandse overheid, hebben voor 1000 miljard euro verdiend aan iets wat later bestempeld is als een van de grootste misdaden van de mensheid. En wat het cruie is, ook in die tijd profiteerden daar de rijke Nederlanders van. Maar de arme Nederlanders, die profiteerden helemaal niet van die Gouden Eeuw. Dus het was voor hen helemaal geen Gouden Eeuw. Nee, het was zelfs zo, de spullen zeg maar die leeggeroofd werden uit koloniën als Suriname, de Antillen, daar moesten zij zwaar accijns op betalen. Dus als er koffie kwam, of als er rijst kwam, en die mensen, suiker, wat heel veel werd geïmporteerd, moesten zij daar de belasting op betalen, terwijl de rijken eigenlijk daar nauwelijks over hoefden te betalen. Dus toen had je al zoiets van dat de arme Nederlanders niet van het kolonialisme profiteerden, terwijl die banken, zoals ik net al noemde, en de Nederlandse overheid, want die was ook hoofdaandeelhouder in de WIC. En de WIC was de commerciële organisatie die zich met de slavenhandel heeft beziggehouden. En vandaar ook dat bedrag van 1000 miljard euro wat ze toen verdiend hebben. En toch is het zo, van als heden ten dagen mensen vraagtekens stellen bij het kolonialisme, wat in die periode dus eigenlijk gebezigd werd, waar slavenhandel zich mee bezig hield, waar de plunderen van koloniën als Suriname en Indonesië, wat daar in dat kolonialisme werd gedaan, dan lijkt het net alsof iedere Nederlander zich aangesproken voelt. Van, ja, maar dat was toen lang geleden en ik ben daar zelf niet schuldig aan geweest. En dat is ook zo. Geen enkele Nederlander van nu is schuldig geweest aan wat er toen gebeurd is. Maar die banken, nogmaals, en ook de Nederlandse overheid als hoofdaandeelhouder in de WIC, de slavenhandel, die hebben nog steeds kapitaal wat toen verworven is. En het vreemde is, van destijds hebben ze een soort mechanisme toegepast om arme Nederlanders ervan te overtuigen dat wat er gebeurde eigenlijk een goede zaak was. Ook al profiteerden ze er niet van. En dat mechanisme, dat was een ideologie die de Nederlanders met de paplepel ingegoten kregen, van racisme. Van, wij mogen dit doen, want zwarte mensen zijn nou eenmaal geen echte mensen. Ze lijken wel heel veel op mensen en zijn misschien ook wel, ze hebben ook wel heel veel overeenkomsten met mensen, maar als je kijkt naar hun eigenschappen, dan zijn zwarte mensen, zijn vooral lichamelijke wezens. Die zijn heel erg geschikt om hard te werken. Maar ze moeten daar wel toe aangezet worden, want van nature zijn ze ook een beetje lui. Het zijn mensen die heel goed ritmisch kunnen werken en ook heel goed ritmisch zijn. Goed zijn in de muziek, goed zijn in dansen. Maar nogmaals, ze moeten aangestuurd worden door andere mensen. Ze moeten aangestuurd worden door witte mensen
Want uit zichzelf kunnen ze zich niet ontwikkelen. Dat is iets wat systematisch in mensen gegoten is. Zwarte mensen oké, zolang ze door witte mensen geleid worden en ook aangezet worden tot werken. Maar intelligentie, leiding geven, goed zijn in wiskunde bijvoorbeeld, of wetenschap, dat werd zwarte mensen ontzegd in die ideologie. Dus er werd eigenlijk aan arme Nederlanders geleerd van, ja, slavernij kan ook haast niet anders, want als wij dat niet zouden doen, zouden die mensen zich nooit ontwikkelen. Een soort rechtvaardiging. En dat is hetzelfde wat ook aan zwarte mensen werd geleerd. Want ja, zwarte mensen, jullie moeten nou eenmaal slaaf zijn, want ja, zonder ons kunnen jullie het niet. En dus dat racisme, dat werd er al met vroeger paplepel ingegooid. En wat me nou zo verbaast, diezelfde mensen die zo ontzettend boos kunnen worden over wat de banken hun nu flikken, die worden ook boos als mensen zeggen van ja, hé, hey, wij willen eigenlijk nu eens dat er een eind komt aan het racisme. Dan voelen mensen zich aangesproken, terwijl het gaat helemaal niet over racistische mensen. Het gaat over dat we geleerd hebben om te denken en te handelen vanuit racisme. Hoe vaak hoor je niet mensen zeggen van, ja, zwarte mensen die kunnen allemaal zo goed dansen. Ja, witte mensen die kunnen dat niet. Dat is eigenlijk iets wat rechtstreeks uit die Gouden Eeuw afkomstig is. Toen hebben mensen dat verzonnen om die slavernij goed te praten. Ik zeg verzonnen. Want er zijn ook heel veel zwarte mensen die niet goed kunnen dansen. En er zijn ontzettend veel zwarte uitvinders geweest. Dus die theorie klopt niet. En toch, op het moment dat mensen zeggen, we moeten iets doen aan het racisme, dan worden veel mensen boos. Van, ja, maar wij zijn helemaal niet racistisch. Nee, jullie zijn niet racistisch. Maar hebben wel geleerd om te denken vanuit racisme. En er is een leuk hulpmiddeltje daarvoor. He, we hebben allemaal die vrolijke kindervriend, Zwarte Piet. En we vinden hem allemaal zo leuk. We vinden hem zo leuk dat we niet kunnen herkennen dat daar dat racisme eigenlijk in met de paplepel overgebracht wordt. En het is misschien een heel leuk figuur. Maar het is wel een figuur die iets uit die tijd voortbrengt. En ik denk dat dat heel doelbewust gebeurd is. En dat dat misschien nu niet beseft wordt tegen mensen, door mensen die ook nu een probleem hebben met bijvoorbeeld wat de banken en wat de Nederlandse overheid eigenlijk met hun aan het uitspoken is. Eigenlijk hebben nog steeds diezelfde machthebbers die toen al aan de macht waren, hebben de baat bij dat mensen verdeeld zijn. Komt er best wel goed uit dat witte en zwarte Nederlanders tegenover elkaar staan. Want stel je voor dat ze samen, stel je voor, nu is men bijvoorbeeld bezig in Suriname om te vragen om herstel. Herstelbetalingen, reparations, voor wat die Nederlandse handelsmaatschappij, wat die WEC met als hoofdaandeelhouder de Nederlandse staat, hebben uitgericht daar. En dan zie je dat witte Nederlanders, die ook uitgebuit worden door diezelfde machthebbers, zich keren tegen die zwarte mensen die eigenlijk vragen om rechtvaardigheid. En dat is vreemd. Dat verbaast mij ten zeerste. Van hoe komt het dat je je laat verdelen, dat je je keert tegen je zwarte broeder, op het moment dat hij strijdt tegen degene die jou ook uitbuit. Want dat is wat gebeurt, mensen. Diezelfde mensen die nu zogenaamd voor jullie op de kansel klimmen, voor jullie zeggen van, ja, wij staan op voor de gewone Nederlander. In feite zijn deze mensen in dienst van diezelfde machten die toen destijds ook slavernij bezigden. Die toen het kolonialisme hadden. Het zijn diezelfde machten die nog steeds aan macht zijn en die er alle baat bij hebben dat zwarte en witte mensen verdeeld zijn. Dat witte mensen zich persoonlijk aangesproken voelen als zwarte mensen zeggen, hé, hey, maar dat racisme zou voorbij moeten zijn. En eigenlijk vragen ze, hé, hey, witte Nederlanders, reik ons de hand. Want als we samen eraan werken, dan kunnen we misschien wel voorbij deze periode komen. Dan kunnen we, lukt het ons misschien om een rechtvaardige maatschappij op te bouwen waar iedereen profiteert.
Dat banken totaal anders gaan functioneren. Dat wij geen melkkoeien zijn meer voor banken. Maar dat banken ten dienste staan van ons. Een hele andere maatschappij. Maar dan moeten we wel eerst voorbij het racisme. En nogmaals, niemand wordt racist genoemd. Maar we denken wel vanuit racisme. En dat is heel pijnlijk. En toch moeten we daar voorbij. En dat is mijn oproep aan jullie allemaal. Dank jullie wel. Is a handful of man run the world business. For 2000 years them a plan this. It's so deep them not care if me sang it. Them deep with science and I use it against we people. Say we men figure through this. But poverty is no accident. Them mashing up the world with them roads and cement. We no want no capitalists.